Heb je een leuke stelling? De Hot Coffee Show. Jongens, welkom bij een nieuwe Hot Coffee Show. Dit is Ricardo. De show voor al je hete stellingen. Oh ja. Daar moet je er wel bij zeggen. Dit is Ricardo. Ik ben Daniel. Daniel. Ja, wij gaan weer een leuke Hot Coffee Show maken, denk ik. Doe het. Ja, want we hebben wel weer een stelling binnen. Ja, sowieso. Bedankt voor jullie reacties. Gooi alsjeblieft weer nieuwe stellingen onder deze video. Mag wel iets meer, maar we hebben echt best wel wat toffe, lange reacties ook. Super bedankt daarvoor. En we hebben deze week een nieuwe stelling. En die komt van Oh My God, It's Oh My Goat. Onze eigen geit. Namelijk, games worden minder interessant. En jij bent gelijk vuurrood. Half. Een beetje oranje meer, maar... Ja, fucking bullshit allemaal. Dat kan toch niet. Je moet wel kijken naar welk hoek je moet kijken en shit. Ja, klopt. Ja. Nou, jij zou voelen, nou, dat klopt wel. Nou ja, ik vind hem wel een... Ik vind het wel een puntje waard, ja. Puntje een puntje eruit. De reden dat ik er nog wel een beetje verhit over werd, was omdat, inderdaad, zoals ik zei, het hangt echt puur vanaf in wat voor hoek je het gaat zoeken. Want, weet je, los van wat voor smaak aan games je hebt, er is zoveel te kiezen. Dus om echt te zeggen dat per definitie games minder interessant worden, vind ik toch wel een vergezochte stap. Persoonlijk. Ja, maar mensen hebben natuurlijk een zeer beperkte smaak. En binnen dat genre vind ik zelf dat games te weinig vernieuwen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar first-person shooters, naar race games, naar action games. Dus af en toe is er een vernieuwend pareltje met nieuwe elementen, nieuwe gameplay mechanieken. Maar wat ik Arkeo ook hoorde zeggen, ook ik word Ben minder lang gecharmeerd van games dan vroeger. Vroeger kon ik daar echt tientallen tot misschien wel honderden uren aan spenderen. Maar tegenwoordig ben ik games zo snel zat, omdat het begint heel erg fabuleus. En daarna, na een aantal uur, zwakt het bijna allemaal af. Ik snap wat je bedoelt. En in enige tot enige hoogte ben ik daar ook wel mee eens. Alleen, bijvoorbeeld, ja, ik ga hem toch wel weer noemen, hij is 1000 keer al genoemd, zo'n game als Overwatch. Ja. Sinds release speel ik die al en die speel ik nog steeds. Ja. En er zijn zat tal van andere games waarbij andere mensen dat ook zouden hebben. Bijvoorbeeld League of Legends wordt nog steeds gespeeld. En dat is op het spectrum van games, is het toch wel een vrij recente game. Het is natuurlijk een oudje, maar gezien het hele spectrum. Maar nu noem je er één. Twee, Overwatch en League of Legends. Maar dat zijn voorbeelden. Je hebt tal van andere. Hearthstone wordt massaal gespeeld. Noem het maar op. Heroes of the Storm. Ja, maar dat is hooguit een handje of twee handjes vol games. En er komen zoveel games uit. En in het spectrum van bepaalde genres, bijvoorbeeld ook indie games, die hebben allemaal dezelfde soort stijl. Die hebben allemaal een beetje die pixel art graphics. Die hebben allemaal een beetje dat heel veel top-down of 2D of... Allemaal dezelfde soort mechanieken of bepaalde gameplay waarvan ik denk van ja, het lijkt allemaal een beetje op elkaar en het doet allemaal niet zoveel unieks. Ja, ik weet wel wat je bedoelt. Het ding is, en dat is dan voor indie games dan vooral zo, je hebt wel inderdaad veel 2D games en misschien is er wel een beetje een overvloed aan 2D games, maar dat is een stelling voor een heel andere dag. Maar ik vind persoonlijk dat er nog zat vernieuwing is. En kijk bijvoorbeeld naar een game als... Binnenkort komt Horizon Zero Dawn uit. Ja, dat is wel weer een titel die lijkt te gaan vernieuwen. Maar dat moeten we ook nog maar zien. Ja, en je hebt For Honor al een beetje gespeeld. Ja. Ik bedoel, het is niet alledaags dat je zo'n multiplayer brawl game krijgt. Nee, klopt. Die komt er ook aan. Ja, dat zijn nu eindelijk inderdaad weer twee games die wat uniekere onderdelen hebben. Maar... bij Horizon weet ik het niet. Bij For Honor heb ik wel zoiets van... dat is inderdaad een uniek concept. Horizon heb ik wel even gespeeld. Maar het kan zijn dat die game ook in herhaling valt. En dat het eigenlijk helemaal niet zo uniek is als het lijkt. Maar goed, daar moeten we nog even op wachten. Maar heel veel games van tegenwoordig... Ja, daar ben je heel snel op uitgekeken. Tenminste, heel snel op uitgekeken. Ze voelen minder interessant dan vroeger. Omdat ik het idee heb dat... Op den duur is natuurlijk een beetje de koek op. Dat snap ik op zich ook wel. Dat qua originaliteit, dat mensen al zoveel hebben verzonnen, dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe concepten
te ontwikkelen. Ja, weet je, bijna alles is al gedaan. Op een gegeven moment is het met muziek is dat ook gebeurd. Dat je op een gegeven moment al tientallen, duizenden covers krijgt van nummers. Jawel, maar heeft dat ook niet te maken met het feit dat je gewoon ouder wordt? Want dat zou ook kunnen. Dat is ook weer een aspect. Als je als kind een game speelt, dan heb je vaak niet anders. Want tegenwoordig werken, ik denk dat de meeste mensen wel gewoon natuurlijk een baan hebben. Games kunnen kopen als een nieuwe game uitkomt, eens per maand of zo. Of wanneer maar een nieuwe game oppakken. Maar vroeger, als jij een game kreeg, dan moest je het daarmee doen. Of je moest echt hele, hele lieve ouders hebben. Maar als jij bijvoorbeeld met je Nintendo 64 alleen Pokémon Stadium hebt, ik zeg maar wat, hè, dan het duurt wel eventjes voordat je weer een nieuwe game krijgt. Dus moet je jezelf ermee vermaken. En je hebt ook nog eens meer tijd om daarvan te genieten. Ja, maar dan is het dan niet geforceerd plezier hebben? Hoeft niet. Ik bedoel, ik had als kind met mijn consoles en zo kon ik dagenlang doorspelen. Ja, maar dat is misschien dus wel omdat het toen ook allemaal best wel nieuw was. Deels wel, maar nu hebben de meeste mensen bijvoorbeeld ook een baan. Dus dan heb je niet eens meer tijd ervoor. Of nee, maar juist zou het interessanter moeten zijn als je van je schaarse vrije tijd kunt genieten van een game. En dan zou een game wel voor langere tijd moeten kunnen vermaken. Maar ik vind dat dus, ja, het is inderdaad wel een moeilijk punt. Dat misschien dat we, als je wat ouder wordt, heb je het meest inderdaad gezien. Dat is misschien ook in de filmindustrie, in de muziekindustrie. Ik weet niet hoe oud. Oh my god, oh my god. Ik weet ook niet op welke zijde van dit argument hij staat. Hij is nog tiener. Ja? Volgens mij wel. Dan nou, ligt het daar misschien aan, mocht hij het ermee eens zijn. Nee, kijk. Hij zegt zelf. Ik heb de laatste tijd meer moeite om me lang bezig te houden met een game. Ik heb gisteren mijn PlayStation na een tijdje weer opgestart. Er verschillende games gespeeld, maar de langste sessie van één game was maar 20 minuten. Dit kan ook gewoon aan mij liggen, uiteraard. Helaas, dat heet ouder worden. Maar ik ben wel benieuwd. Ik ben wel benieuwd naar jullie mening, naar jullie reactie. Van ja, klopt het dat games minder interessant worden omdat games minder uniek zijn? Of word je inderdaad ouder? Heb je het meestal gezien? Of heb je zoiets van nee, ben ik het totaal niet mee eens? Want er zijn nog genoeg games op verschillende platformen te vinden die wel genoeg plezier bieden. Ja, en ik denk dat de meeste mensen die het misschien mee eens zijn, zich misschien ook bij zichzelf kunnen kijken of ze misschien niet zichzelf open kunnen stellen om toch andere games uit te proberen. Want games als FIFA, weet je, misschien vind je dat leuk, kan. Of games als Call of Duty, maar er is nog zoveel naast, weet je. Ja, I know. Er wordt heel veel aangeboden, tuurlijk, maar ja goed, als ik naar mezelf kijk, ik speelde vroeger vooral strategy games en tegenwoordig speel ik echt zoveel genres en ik heb zoveel games, maar en misschien is het dan ook wel weer een soort van te veel keus, dat je te veel op je console opstaat en je denkt, ik wil iets gamen, maar ik heb nergens zin in. Dat heb ik af en toe ook wel. Maar goed, ja, we zijn het dadelijk niet helemaal met elkaar eens. Nee, maar het maakt wel voor leuke. Laat even vooral weten wat je ervan vindt. Reageer hieronder. Geef alsjeblieft een nieuwe stelling, want zonder jullie bestaat de Hot Coffee Show niet en bestaat Gamersnet zelfs niet. Dus mocht je reageren, doe ook eventjes je denkpad op en laat me even weten, want we hebben ze inderdaad wel nodig. Ja, en dan zeggen wij bedankt voor het kijken en tot volgende week. Bye bye. Cheers.